Hoe lang duurt dat ding? Wat is dat voor een slang? Wacht nou even. Hij staat op filmen, Trut. Jij bleef al lang zitten, zeg. Mijn record stond op 15 seconden. Dat was mijn oma. Jezus, hé. Oké, als je zou moeten kiezen. Blind. Wat? Blind. En als jij dan doof kiest, dan kunnen we samen boodschappen doen. Hé, hey, luister nou, sukkel. Je moet naar een onbewoond eiland. Oh ja, die is leuk. Even denken. Ik weet in ieder geval wat ik niet kies. Wat dan? Best of Sinatra, Pet Sounds, Thriller, Kind of Blue en de Goldberg-variaties door Glenn Gould. Waarom niet? Omdat iedereen die altijd kiest. Maakt dat nou weer uit? Ja. Dus dan kom je daar, heeft iedereen hetzelfde bij zich. Iedereen? Ja. Het kan toch zijn dat we met een heel groepje uit een vliegtuig worden geflikkerd of los van elkaar door verschillende organisaties. En dan zit je daar op dat eiland met 20 exemplaren van Best of Sinatra. En dan heeft niemand gedacht aan een zakmes of wc-papier. Laat maar. De boot en het meisje. Oké, dilemma. Je moet kiezen, ja? Je moet het doen met iemand van die A-team. Wie kies je? Jezus, wat een stomme vraag. Zeg dan. Nee, dat ga ik niet zeggen. Ik weet niet eens hoe ze heten. PA dus. Hoezo? Nou, anders zou je het wel zeggen. Hannibal is te oud. En als je het met Face of Murdoch zou doen, dan zou je het wel toegeven. Eikel. Dus niet alleen ben jij zo primitief dat je het liever met een gespierde neger doet dan bijvoorbeeld met die geestige, zachtaardige, slimme Murdoch. Maar je bent ook nog zo racistisch dat je dit niet durft toe te geven. Dat is best erg, zeg. Misschien dat ik dat maar eens op YouTube ga zetten. Jezus, iemand, flikker op. De boot en het meisje. Oké, dilemma. Als jij nu 5 kledingstukken uit zou moeten doen, welke zouden dat dan zijn? Jeetje. Lastige vraag. Geen idee eigenlijk. De boot en het meisje. Roos, jij bent nog in China geweest. Nou, stel dat je was teruggekomen en in Den Haag was een soort van bijeenkomst voor mensen die in China waren. En dan moest jij een praatje houden, maar er was ook een zaal met een discussie over India. Niet in hetzelfde gebouw, zeg maar wel in hetzelfde congrescentrum. En dan kwam je daar binnen, maar iemand had je het verkeerde pasje gegeven. Zo'n pasje om je nek, weet je wel? Waardoor je geen toegang had tot de juiste zaal. En dan zaten daar een paar mensen die je kende uit China, maar je wist niet zeker of ze misschien voor de discussie over India kwamen, omdat ze dezelfde pasjes hadden om hun nek, weet je wel? En ze begonnen te zwaaien en zo, dus je zou kunnen vragen hoe en wat. Maar eigenlijk moest je heel nodig naar de wc. Zou je dat dan doen? Wat? De boot en het meisje.